Hallo iedereen, het is eventjes geleden dat jullie mij nog gehoord hebben, dat we nog een vlog hebben gemaakt. Het is ook heel druk geweest de laatste tijd. Ik heb ook ondertussen al mijn Olympische limiet gezwommen op het Belgisch kampioenschap. Dus dat is ook een hele geruststelling natuurlijk. Het is ook zo, zoals jullie al een paar maanden horen, let ik eigenlijk nog extremer op mijn voeding. En ik wou eigenlijk graag eens vandaag tonen hoe ik bijvoorbeeld mijn overnight oats maak als ontbijt voor mijn training. Dus ik maak dat altijd de dag voordien, de avond voordien eigenlijk. Wat hebben we daarvoor nodig? We hebben dus een glazen bokaal nodig en ook een weegschaal is zeer belangrijk. We gaan dus beginnen met onze weegschaal alles op 0 te zetten. Ja. En eerst en vooral gaan we daar eigenlijk 60 gram havermout bij doen. Dus goed afwegen. Zo. Vervolgens doe ik daar ook altijd 5 gram chiazaad in. Je mag daar ook niet te veel in doen, want het is wel, wel redelijk calorierijk. Dus daarom maar 5 gram eigenlijk. Ziezo. Daarna voeg ik er ook altijd 3 à 4 amandelnootjes bij. Dus 4, dat is dan ongeveer 4 gram. Wat ik er ook aan toevoeg is zeer belangrijk. Mijn whey proteïne van het merk Sanas. Heel goed merk trouwens. Is ook altijd belangrijk om in je ontbijt eigenlijk proteïne binnen te hebben. Ik doe daar dus altijd 10 gram in. Deze is dus de chocoladesmaak. Zo, dus ongeveer een lepeltje. En dan kan je daar natuurlijk ook altijd nog een beetje fruit in bij doen, zoals een paar bosvruchtjes of frambozen of aardbeien bijvoorbeeld. En daarna voeg ik er nog wat water bij. Voordien deed ik het eigenlijk met Alpro sojamelk. Maar het is zo dat, met dat we nu ook dichter naar de wedstrijd of naar de belangrijke wedstrijd toekomen, probeer ik echt nog meer in detail te gaan en vervangen we de melk eigenlijk met water. Nu, dat smaakt zeker niet slecht, want in het begin ziet dat er eigenlijk misschien een beetje vies uit. Maar door eigenlijk de havermout en die proteïnepoeder, zorgt dat er eigenlijk voor dat dat een heel goede smaak heeft. Dus we doen er ongeveer een 200 ml bij. En dan doe je pot eigenlijk dicht. Dus nu ziet het er in principe heel weinig uit. Maar het is zo dat het is de bedoeling dat je dat nu in de koelkast stopt. En dat wordt dan eigenlijk een dik papje eigenlijk. En 's morgens is de hoeveelheid echt wel veel groter. En echt waar, want smaak is echt wel super lekker. Oké, dus we gaan dat nu in de koelkast stoppen. Dus, wat hebben we geleerd? Wat hebben we vandaag geleerd? Wat waren de ingrediënten eigenlijk voor mijn overnight oats? Dus dat was 60 gram havermout. Ik heb er 5 gram chiazaad in gedaan. 4 gram amandelnoten. Dus dat waren eigenlijk 4 amandelnootjes. Dan kon je er ook wel wat bosvruchtjes in bij doen. Dan neem ik ongeveer zo'n 50 gram, 50 tot 70 gram eigenlijk. En dan 200 milliliter water heb ik eraan toegevoegd. En ook nog, zeker niet te vergeten, 10 gram proteïne, dus whey proteïnepoeder. En bij mij dan bij voorkeur van Sanas. Dus dat is het volledige recept. Als jullie dit een leuke vlog vonden en nog meer recepten willen, post dan zeker een commentaartje onderaan. En nogmaals, voor degenen die nog niet geabonneerd zijn, vergeet zeker niet jullie te abonneren. Ik was eventjes nog meer gefocust op het zwemmen, maar wees gerust, ik zal zeker nog meer vlogs maken. Tot de volgende keer! Yes, oké. Okay. Wait. Ja, maar oei. Yes! First the chicken. Goed bruin bakken, dat is fantastisch, echt waar. I am proud of you.